Leuk. Nou begint dit eindelijk. Ik ben zo blij. Na al die jaren. Voor mij betekent het heel veel. En is er geen boven en onder? Ja, oké. Nou ja, in ons heelal is het niet, hè? Nee. Wij staan op ons kop. Precies. Ik was altijd geïnteresseerd in het universum. Ik wilde dat zo. Je kan het universum eigenlijk niet schilderen. Je kunt het alleen maar interpreteren. En we zijn allemaal gebonden aan de rechthoek. Alles wordt in de rechthoek geprojecteerd. Ik begon met het maken van kaderschilderijen. Dat wil zeggen een geschilderde lijst met daarin een ruimte. Dat beviel me op de duur ook niet. Want toen begon ik de lijst eigenlijk te bewegen. Een beetje naar links, een beetje naar rechts. En plotseling viel het licht zo dat ik dacht, ik moet het doek die vorm geven. Dan kon ik het doek geen onregelmatige vorm geven. Dus ik begon aan een zeskant te denken. Het was een beetje ingewikkeld om te maken, omdat al het materiaal van het schilderen is ook weer gebaseerd op die rechthoek. Je kunt gewoon een spierraam kopen. En nu moest ik een spierraam zelf maken, een zeskant. Knutselen en zo, en een paar dagen had ik er eentje in elkaar gezet. Nu moest ik nog een goed stuk linnen vinden, want opeens trek je dat linnen alle kanten uit. Dus je moet ook een goede kwaliteit linnen hebben. In ieder geval, na een paar weken had ik dan een doek klaar. Dan moest ik beginnen. Het gekke is dat je bent zo verslaafd aan die rechthoek, dat ik wist niet hoe ik moest beginnen. En wat ik maar deed, ik kon geen compositie verzinnen. Mm-hmm. En eigenlijk, omdat ik nu niks meer kon verzinnen, moest ik me loslaten. En op een gegeven moment dacht ik, ik hang boven dit doek. Of we hangen toch allemaal al in de ruimte. En ik wist niet welke kant uit moest. Dus ik begon heel impulsief te schilderen. Ik heb nu meerdere ingangen, ik heb meerdere hoeken.
Dat was zo eigenaardig. Dus je gaat omhoog en in plaats dat hij dan stopt en je gaat horizontaal, ging je nog eens een keertje diagonaal. Dus het is niet dat je een hoek mist, het is dat je iets extra's krijgt. Je krijgt een extra beweging in het schilderen. En ik denk, ja, als je goed de universe metrisch bekijkt, bestaat die, als je je ogen sluit zo, weet je wel, en de zon valt zo, zie je bijna ook altijd zeskantjes of achtkantjes, zo een beetje spikkelijk. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is, maar bij mij is het dan zo, dan zie ik iets metrisch. Niet echt metrisch, want het kan ook soms heel ongeordend zijn en ze kunnen voor en achter elkaar liggen. Maar ik had opeens het idee vastgelegd dat ik mijn gevoel voor het universum beter kon weergeven. Dus de intentie om het te doen kon ik beter plaatsen. Dus ik begon gewoon na de eerste schilderij waren waardeloos. Het was niet maar om aan te zien. Het was zo gek. Ik bleef maar doorschilderen en overschilderen en afkrabben en doorschilderen op zes. En heel toen gebeurde er iets heel eigenaardigs. Toen ik eigenlijk alles was vergeten of had losgelaten wat ik van schilderen wist. Al mijn handigheid was opzij had geschoven. En gewoon de vorm volgde van links naar rechts, maar ook van rechts naar links. Maar dit keer ook van bovenaf. Toen ontstond er wat. En toen dacht ik, alles is ritme. Met muziekje. Als je loopt, als je je handen klapt, als je ademhaalt. Alles is ritmisch. Ritmisch, ritmisch. Dus ik begon ook ritmisch te schilderen. En ja, dat had op een gegeven moment een resultaat. Begonnen in 1984. Het is zo'n moeizaam procedé dat nu, 30 jaar later, heb ik het toch niet meer als 4, 5 per jaar kunnen produceren. Dus mijn hele collectie bestaat eigenlijk uit 75 à 80 schilderijen. Ik heb er zo 3, soms 2 kunnen maken. En daar maakte ik ook nog, werkte ik ook nog aan andere schilderijen, gewoon een rechthoek. En ik maakte tekeningen en dat soort dingen. Maar mijn liefde, mijn aandacht ging echt uit om die zeskanten en achtkanten zo te perfectioneren dat ze onderling met elkaar gingen spreken. Dat er een verbintenis was gekomen. En dat je door het kijken aan serie langs die schilderijen iets begon te begrijpen van het universum.
eigenaardig genoeg begreep ik ook mezelf beter. Want als je een kader maakt en in een rechthoek bent, dan ben je eigenlijk omsloten. Maar als je een achtkant maakt, je kan jezelf niet meer ontsluiten. Je ontvlucht altijd uit de een of andere hoek weg. Hoe vul je dat in? Geheim is, dat moet je vergeten. Daar valt gewoon niks in te vullen. En cirkels? Kijk, de cirkel heeft een vaste plaats in de maatschappij. Als je al kijkt, alleen maar naar de wielen van een auto. Of alles wat draait. Dat gebeurt door middel van het wiel. Machines worden aangedreven door middel van een wiel. Ik vind het niks nieuws. En net zoals ik ook beweer, we kijken naar de sterren en we denken, oh, wat is dat ver weg. Opeens begin je ook te denken, dat is weinig wat we daar zelf van zeggen. Misschien zijn de sterren gewoon dichterbij dan we denken en zijn wij degene die steeds daar een afstand over verzinnen. De werkelijkheid is gewoon iets wat we erover verzinnen. Meer is het niet. Ik probeer wel min of meer aangename schilderijen te maken. Ik hou niet van angstige schilderijen. Ik ben niet. Dat vind ik zinloos. Ik weet niet waarom ik met opzet iemand gedeprimeerd zou moeten maken. Dat heb ik helemaal geen zin in. Dat is niet goed.
is het veel interessanter om over het gevoel te schilderen dan over het onderwerp. Mm-hmm. Want dat is voor iedereen herkenbaar. Het is toch niks mooier als je een schilderij maakt en iemand zegt, dat doet me dik. Het is niet dat ik het zie, maar het doet me denken aan. Dan ben ik helemaal geslaagd geschilderd. Mm-hmm. Heb je dit eigenlijk allemaal opgenomen? Dit heb ik wel opgenomen. Ben ik nog aan het opnemen. Daar zit dus wel wat in. En dan ben je jezelf. Oh ja, ja, ja. Maar dat idee wat goed dan ben je jezelf. Dat vind ik ook. Oké. Zit mijn kop te goed hoor. Helemaal. Nou, vooruit dan maar. Kunnen we mee door, hè?